Goedenavond. Goedenavond allemaal. Even kijken. Nou, volgens mij heb ik alles goed staan. Ik kan jullie reacties lezen. Goedenavond. Ja, gezellig weer lekker live, hè? Oh, wat stromen jullie binnen met een bol. Gezellig. Hoi, hoi. Goedenavond. Nou, volgens mij ben ik wel goed in beeld. Ik zal wel eens even een linkje delen met de materialen die ik ga gebruiken. Goedenavond. Ik heb nog lekker even een bakje koffie. Had ik net nog even snel gehaald. Ja, klopt. Klopt, helaas. Ik was er vanaf en ik heb het helaas weer terug. Dus weer een antibiotica kuurtje erin, dan komt het wel weer goed. Nou, ik drink even mijn koffie op, want nou ja, jullie kennen mij ondertussen. Die laat ik anders ga het koud worden. En dan zie ik weer te laten jullie roepen dat ik mijn koffie op moet drinken. Wat ziet er leuk uit? De materialen die ik heb liggen? Hey Mirjam, goedenavond. Beeld en geluid is goed, zegt Linda. Dankjewel. Fijn om te horen altijd weer. Goedenavond. Nou, we gaan zo lekker beginnen. Bijna de koffie op. Ja, mooi papier, hè? Ik ga een explosion kaart maken. Althans, dat is de bedoeling. Ik was een beetje aan het dubben van het weekend. Van wat zal ik doen? En ik heb dan altijd een beetje een manco dat ik ik wil altijd iets nieuws of iets aparts of iets wat weer veel te veel werk is en nou ja, noem het maar op. En toen dacht ik, ja, eigenlijk hoeft dat helemaal niet. En ik zat eigenlijk een beetje op Pinterest en op YouTube een beetje te bladeren en toen zag ik in één keer ja, een soort van explosion card voorbij komen. Ik denk, oh, dat vind ik leuk. Dat heb ik nog nooit gemaakt. Dus ik heb ook geen proef gemaakt. Dus ik denk, nou ja, weet je, dat gaan we gewoon doen. En dan gaan we wel zien wat eruit komt. Ik heb nog lekker stilstaand beeld voor jullie, hè? We weten gewoon helemaal niks. Ja, explosie, kijk maar uit. Nee, het klinkt heel spectaculair, maar het komt natuurlijk van zo'n explosion box, hè. Dat als je de deksel eruit haalt of eraf haalt, dat dan die flapjes openvallen. Nou, dit wordt ook een ja, kaartidee met flapjes die je dan weer in en uit kan klappen, zeg maar. Dus ik gooi even mijn koffie achterover. Dan ga ik jullie snel laten zien wat we gaan gebruiken. Ik heb hier namelijk iets voor me liggen wat ik niet heb gelinkt. Want dat heb ik net op het laatste moment pas besloten. Beetje noodgedwongen. Zo, die is op. Die kan ik niet meer vergeten. Die kan aan de kant. Ik wilde namelijk het ivory of het off-white cardstock van Florence gebruiken. En ik heb zo'n hele mooie bulkverpakking. En ik ben hem gewoon kwijt. Goedenavond. Ik kan hem gewoon nergens vinden. Echt helemaal nergens. Dus toen moest ik iets anders verzinnen. En toen kwam ik in één keer mijn Pearl Ascent cardstock weer tegen. Ik denk, oh ja, dat kunnen we natuurlijk ook doen. Want
ik ga weer werken met in full bloom collectie van Prima Marketing. Het is natuurlijk gewoon een lekker vrolijke collectie. Past ook echt bij het weer van vandaag, vind ik zelf. Ik word er vrolijk van. En dus ik dacht, waarom niet? En ik vind het gewoon echt leuk papier. Ik heb daar ook het grote paperpad van. Maar we kunnen het vandaag af met 15,2 bij 15,2 centimeter. Die past ook... ik meen het wel, Linda. Hij is gewoon echt footsie. En ik heb echt maar een klein hobbyhokje. Van 5 vierkante meter. Nog net niet eens. En het is gewoon... Ik weet gewoon echt niet... Ik kan het niet vinden. Ik zal het papier trouwens nog even snel laten zien. Er zitten nog wat knipplaatjes bij. En alles zit er 4 keer in. Dus je kunt deze vinden... Ik hoop dat we die kunnen gebruiken vandaag. Want die vind ik zo mooi. Chipboard stickers. Misschien leuk voor op de voorkant. En ik vond het Pearlescent Off-White van Card Deco. Nou, ik vind dit niet off-white. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Maar ik vind er meer een gelig tintje in zitten. Maar die past wel echt heel mooi bij die In Full Bloom collectie. Ik heb hem ook gewoon in het wit. En ik had deze nog. Ik weet niet, ik durf het niet te zeggen of deze nog leverbaar is. Want die heb ik al een hele tijd. Maar daar ga ik papier uitgebruiken. Mits, en ik hoop echt dat het voor jullie niet te veel schittert, anders ga ik even wat anders verzinnen. Ik wil ook kijken of we de vellum die-cuts kunnen gebruiken of de gewone die-cuts uit die serie. En we hebben natuurlijk de tags en de tickets en wellicht kunnen we daar ook nog iets leuks mee doen. En natuurlijk de bloemen. De journaling cards, allemaal leuke teksten. Kunnen we wellicht ook nog iets mee, want we hebben wel een aantal flapjes en dergelijke. Ik leg dat allemaal even aan de kant, want ik had eigenlijk in mijn hoofd. Maar ik wil even kijken of dat het voor jullie niet te veel schittert in de camera. Anders moet ik toch even overschakelen op wit. Ik wilde deze gaan gebruiken. Ja, die is lekker geel, maar hey, in de zin van het past, het is bijna Pasen. En hij komt voor jullie wel donkerder over als dat hij is, zie ik. Dus ik hoop dat het meevalt. Dit is wel te doen qua schittering, toch? Of niet? Ja, ik zal zo kijken. Maar ik haal even wat felle papier eruit. Want ik heb ook wel een hele mooie lichte. Maar daar heb ik niet genoeg van. Dus ik ga gewoon even een paar vellen van deze eruit halen. Ik denk dat ik er aan 2 zat heb. Maar... Dan hoef ik niet continu dat hele blok hier te laten liggen. Even kijken. Dit is inderdaad van... dat zeg ik wel zo hard. Ja, Crafters Companion. Ik kan wel even snel checken voor jullie. Oh, Mirjam, jij bent er, hè? Wil jij voor mij kijken of deze nog leverbaar is? Ja, het is een heel mooi zacht... Hij komt wat harder over op beeld als dat hij is. Maar het is een heel mooi zacht kleurtje. En ik had zoiets van, ach, weet je, we hadden... Ah, super, dankjewel. We hadden natuurlijk lekker weer vandaag. En lekker vrolijk. En ja, ik word wel blij van dit papier. Van Prima Marketing dan. Dus we gaan dadelijk designpapiertjes uitzoeken voor bij de creatie. Nou, ik wil sowieso... die vind ik ook zo leuk. Ja, ik vind alles leuk. Dat is een beetje mijn probleem. Ik vind deze leuk. Ja, ik vind ze allemaal mooi. Ik vind die vlinder wil ik iets mee doen. Dus deze en deze gaan we sowieso gebruiken. En dan kijken we gewoon even wat erbij past. Nee, super fijn als ze zo willen helpen. Ik kan dat ook wel doen, maar dan gaat dan weer van de knutseltijd af. Dat is natuurlijk weer een beetje zonde. Ik ga als eerste mijn snijmachientje erbij pakken. En dan gaan we even wat kaartstok snijden. En ik heb een spiekbrief. Ik denk dat ik het nog uit mijn hoofd weet. Ik ga nu beginnen. Dus ik was weer gewoon lekker aan het kletsen en zo, weet je wel. Ook gezellig. Moet natuurlijk ook gebeuren. Maar er moet ook gewerkt worden, hè. Even kijken. We gaan snijden. 1 keer 15 bij 15.
En dan hebben we nodig 1 keer 14 en dan 1 keer 14 bij 14. Nou, die kunnen we mooi nog hier uithalen. Want die komt straks hier op. Dat kan ik al wel vast verklappen. Dan hebben we nodig 4 keer 9 bij 7,5. En dan 9. Gezellig binnenkomen. En hier kunnen we er nog eentje uithalen. Nou, dan moeten we er nog eentje hebben. Negen bij 7,5. Dus 4 keer doe je dat. En dan hebben we nog nodig van het kaartstok 4 keer 8,5 bij 7. Red ik dat? Nee. Ja. Ik kan deze op 7 snijden. En dan 8,5. Die hebben we dus ook 4 keer nodig. Oh, hij is niet meer leverbaar. Nou, dan zou ik... Sorry, ik zit buiten beeld te werken. Ik kan niet uitzoomen. Dus ik ga gewoon iets zakken. Goed dat je het zegt. Maar die Pearlescent of White... Die is ietsje lichter, maar wel vergelijkbaar. Dus, en die is van Card Deco. Ik pak even een nieuw stukje kaartstok erbij. Er zat nog veel plakspul op. Wat zei ik? 8,5 bij 7. Dan strijk ik even een strookje af van 8,5. Doe ik dat nou goed? Ja. Dat doen we goed. Ik weet niet of ik iets mis, maar... Zo. Dat hebben we dus. Wat we nu gaan doen is rillen. We pakken onze 4 stukjes van 8,5 bij 7 en die van 9 bij 7,5. Nou, en wat is dan de bedoeling? Ik heb nu die van 9, kijk. En die gaan we dus op de 9 centimeter zijde, gaan we die rillen op 1,5. En dit wordt dus onze plakstrook. Die kan je ook kleiner maken als je dat wil. Ik vind het altijd wel fijn als het gewoon goed vast zit. En dan hou je dus uiteindelijk vier vierkantjes over van 7,5 bij 7,5. 1,5. Opletten dat ik mijn rilmesje pak. Dat is echt wel van mij om dat dan toch weer verkeerd te doen. Nou, dan pakken we onze kleinere. En die waren 8,5 zoals jullie zien. En die gaan we ook rillen op 1,5 centimeter. Het is pas te laat. Oh, het is pas te laat als het voorbij is.
zal vast iets gemist hebben, maar ik vergeet ondertussen, dan ben ik weer zo druk bezig, vergeet ik helemaal jullie reacties te lezen. Goedenavond voor degenen die nog binnenkomen. Je bent niet Sabine, heb dat ook dikwijls en dan vloeken. Die snap ik niet, Chantal. Mis ik iets? Even kijken. Nou hebben we natuurlijk designpapier nodig. Waar leg ik nou mijn blok? Oh, hier. Goedenavond. Even kijken. Ik pak... Waar is die nou? Hier. Twee velletjes. En ik zal denk ik niet helemaal uitkomen zoals ik wil. We hebben één keer nodig... Oh, mijn rilmesje gaat eruit. Eén keer nodig 13,5 bij 13,5. Maar ik ga even kijken... Ik denk dat ik dan een stuk van de vlinder afsnij. Ik ga gewoon kijken. En anders is dat maar zo. Ja, rillen en dan toch mijn snijmes pakken. Oh, dat gebeurt mij hier. Zo, die gaat eraf. Dan ga ik eerst... kijken of ik zoveel mogelijk van de vlinder over kan houden. Even kijken hoe ik dan uitkom. Dus ik leg hem er dan neer. En dan vrees ik dat ik nog steeds een stuk papier heb wat te groot is. Bijna een centimeter. Nou ja, dan ga ik er toch maar gewoon aan deze kant een halve centimeter afjassen. Dan is hij maar een stuk van de vleugel kwijt. Dat is dan niet anders. Ik wil hem namelijk toch gebruiken. Iets met eigenwijs. Zo. Dus één keer designpapier 13,5 bij 13,5. En dan hebben we nog een keer designpapier nodig 14,5 bij 14,5. Ja, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Want van deze gaan we niet zo heel veel zien. Doe ik het nou goed? Ja, gelukkig. Dan moeten we nog even papier uitzoeken. Want we moeten natuurlijk ook onze vierkantjes bedekken. En dan wil ik natuurlijk een beetje papier. Wat, waar een beetje de geeltint in zitten. Deze zou kunnen. Sowieso wil ik... Oh, die is misschien ook wel leuk. En dan zo. Ik denk dat dat wel gaaf is. We gaan het gewoon proberen. Is het niet mooi, dan moeten we ander papier zoeken. Vier keer... 7 bij 7. Hier moet je natuurlijk, in dit geval moet ik wel opletten, omdat ik een designtje in mijn papier heb. Of in dit geval dus tekst. En ik heb eigenlijk, dat zeg ik nou wel, maar eigenlijk heb ik er 8 nodig. Maar daar komen we zo op. Hoe moet die nou zo? 7. Ja, vrolijk papier, hè. Ik word er echt helemaal... Was dat gele papiertje met die vogel? Echt 14 bij 14. Deze bedoel je? Volgens mij wel. Ik snij even deze en anders ben ik zo mijn tel kwijt.
Die draai ik even om, want ik wil de tekstkant hebben. Deze is, ja, 14,5 moet die zijn. 14,5? Bij 14,5. Dus dat heb ik goed gedaan. Nou, dan gaan we van deze nog een keer 4 vierkantjes snijden van 7 bij 7. Ja, ik doe eerst alles maar gewoon even snijden. Dan kunnen we zo meteen lekker door met beplakken en zo. Nou, ook hier natuurlijk opletten straks dat je ze goed opplakt. Want we hebben een patroontje erin zitten. En ik vind het dan inderdaad wel leuk om een wat drukker patroontje tegenover een rustiger patroontje te zetten. Maar dat kun je natuurlijk gewoon helemaal, ja, helemaal naar eigen smaak doen. Het is geen moeilijke kaart. Denk ik. Zeg ik wel met mijn grote mond. Maar ik heb hem ook nog nooit gemaakt. Ik heb het gezien op Pinterest en op YouTube kwam ik het ook tegen. Dan moeten we nog twee papiertjes. Die vlinder vind ik niet zo leuk om kapot te maken. Die vind ik ook wel leuk, maar die past misschien iets minder bij het geel. Oh, hier blijven. Hier komt ook wel geel in voor. En hier, oh, iets met keuzestress. Ik ga voor deze. Toch een beetje de roze tint weer terug met geel. En op deze kant hebben we ook geel. Goedenavond. Ja, is de In Full Bloom collectie van Prima Marketing. In Full Bloom, Prima Marketing. Alles staat gelinkt. Ik zal nog een keer het linkje delen voor jullie. Daar kun je alles vinden, ook van de serie van Prima. Heb ik allemaal gelinkt, als het goed is. Nou, ook hier gaan we weer. Even kijken. Ja, dit komt precies mooi uit met het vogeltje. Hij is alleen een stuk van zijn kruiwagenwiel kwijt. Dus die draaien we dan even om. Dat doe ik niet goed. Want deze moeten 6,5 bij 6,5 zijn. Ik zit gewoon niet op te letten. Dus we gaan nu 8 vierkantjes snijden. Van 6,5 bij 6,5. Als er 4 papiertjes voor de 7,5 bij 7,5 en 4 voor de 7 bij... Ik heb geen 7 bij 7,5. Het is 7,5 bij 7,5 en 7 bij 7. Maar het had inderdaad... Ik deed het niet goed. Het had 6,5 bij 6,5 moeten zijn. Maar ik zag het net op tijd. Ach, anders hadden we het gezien bij het opplakken natuurlijk. En dan moet ik hier natuurlijk ook nog een halve centimeter afhalen. Want anders is het geen gezicht natuurlijk. Even kijken. Die halen we dan maar van de bovenkant af, die halve centimeter. Of halen we die van de onder? Die halen we van de onderkant af. Maakt ook eigenlijk niet zo heel uit, maar... Ja, leuk hè, dat type. Zo, staan mijn kuikentjes er nog net op. Kijk, hoe leuk is dat? Staan gewoon twee van die piepkleine kuikentjes op. Is toch lief? En deze wordt 6,5 bij 6,5. En dat doen we nog een keer. Zes en een half bij 6,5. Even kijken wat ik mooier vind. Hier zit een beetje van dat
Nou, ik mag wel rustig blijven. Of gaan we die bij erbij houden? Die bij erbij is wel leuk, hè? Want die gaat er anders af. Denk ik. Nou, net niet. We gaan hem zo doen. Ja. Oh, dan moet ik wel even opletten. Want ook hier zit dus een stukje tekst in. Nou, die hebben we. Dan moeten we dat nog één keer doen. En dan kunnen we lekker gaan plakken en bouwen. Goedenavond. Als je het vogel... Nee, het hoofd van de vogel heb ik er niet in. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Dus nog een keer. Vier vierkantjes van 6,5 bij 6,5. En het wordt echt tijd. Ik roep het al weken dat ik mijn mesje ga vervangen. Dus die ga ik zo meteen eerst in mijn winkelwagen gooien. En bestellen. Want ik dacht dat ik nog nieuwe had. En ook die kan ik niet vinden. Dus die zullen wel op zijn. 6,5 bij 6,5. Zo. Ik probeer dan altijd een beetje te kijken, zeg maar. Welk stukje papier ik het mooiste vind. En daar snij ik dan. Ja, ik vind alles wel mooi. Maar het moet natuurlijk ook bij de creatie passen. Even kijken. Als ik deze doe, dan is dat het drukste gedeelte eraf. Daar gaan we doen. Zo. Nou, volgens mij heb ik nu alles gesneden. En kunnen we nu aan het opbouwen gaan beginnen. En dan ga ik beginnen. Ja, dan denk ik ook dat die bij mijn bullet cardstock liggen, ja. En als ik straks nieuwe heb gekocht, hè, let maar op, dan vind ik het. Goed, 15 bij 15, daar gaan we mee beginnen. En de vierkantjes van, nou ja, zo 9, 7,5. En uiteindelijk worden dus 7,5 bij 7,5. Mijn rilmes, mijn vouwbeen. Rilmes voor mij nou. We gaan even die... rillijntjes vouwen. Nou, dan kun je dit met lijm doen of met dubbelzijdig tape dadelijk opplakken. Omdat ik het pearlescent cardstock heb, ga ik er denk ik voor om het met dubbelzijdig tape op te plakken. Dan duurt het iets minder lang, zeg maar. Anders moet ik het vasthouden. En dan had ik zo'n hele mooie rol met tape. En waar is die nou weer gebleven? Echt, ik heb denk ik iets te goed opgeruimd. Ik ben aan het opruimen geweest. Want ik had echt van alles... Oh, wat krijgen we nou? Sorry. Mijn telefoonding is, gaat er vandoor. Ik moet hem even goed zetten hoor. Sorry. Dus ik hoop niet dat jullie te zeeziek zijn geworden nu. Maar goed, anders dan geef je mij maar de schuld. Hij zakt ineens naar beneden. Is dat waar? Nou kan ik mijn tape... Ja, dan moet het toch met lijm dan maar iets langer vasthouden. Ik kan mijn tape niet vinden. Ja, ik heb al tape, maar dat is hele smalle. Ja, sorry. Hij zakt er in één keer helemaal in. Volgens mij moet ik een keer een nieuwe kopen. Volgens mij blijft hij nu wel goed staan. Nou, die roltape kan toch ook niet voetsie zijn? Die heb ik gisteren nog gebruikt. Het spookt hier. Lopen kaboutertjes rond, denk ik. Nou, moe. Hier snap ik echt helemaal niks van. En hij is niet op, want het is een bijna nieuwe rol tape. Van dat bredere tape. Dus dat kan ook nog niet... Nou, hij ligt ook niet achter mijn laptop. Nou, is dat nou toch? En ik heb gisteren nog wel zo goed opgeruimd. Ik had iets te veel bende gemaakt met mijn mixed media project. Ik denk, nou, wordt het toch wel tijd dat ik het eventjes...
kan hem niet aan doen bij mijn bloemen. Nee. Nou, dan, ja, dan maar niet. Oh, dit kan ik niet uitstaan, hè? Kennen jullie dat? Zeker weten dat ik moet hebben, het niet kunnen vinden en het dan... Ja, dat denk ik ook dat recht voor mijn... Nou, dat kan niet. Het ligt niet recht voor mijn neus, maar... Dit is allemaal van dat hele smalle tape. Daar kan ik niet zoveel mee. Ja, daar kan ik wel veel mee, maar niet nu. Ik ga het met lijm doen. Ik ga die andere eventjes rillen. Dan hebben we dat ook gelijk gedaan. Echt, ik snap hier niks van. En die kom ik straks op een hele rare plek tegen. Let maar op. Oh, ik ben gelukkig niet de enige. Oh, wel netjes rillen, Sabine. Ja, maar dat is toch raar? Dat ding kan toch niet in één keer weg zijn? Zou die gevallen zijn? Zou die op de grond liggen? Kan ik me ook niet voorstellen. Ik bedoel, zo'n rol tape hoor je toch wel vallen, toch? Ik heb hem ook niet in mijn la gestopt. Ook niet bij mijn lintjes. Nee, dat kan niet in één keer weg zijn, joh. Dat bestaat niet. Nou, ik geef het op. Ik ga straks wel zoeken, doen, de boel op zijn kop zetten. Hij ligt hier gewoon echt niet. Denk ik. Gok ik. Laat ik het zo zeggen, ik zie hem niet. Ik geef het op. Ik geef het op. We gaan gewoon met de lijm aan de gang. We gaan eerst plakken. En nou moeten we even opletten. We gaan deze... Hey Amy, jij ook hier? Nee, niet bij mijn bloemen, helaas. Nee, ik moet niet opruimen, Marianne. Deze gaan we dus opplakken. Die komen op deze manier op de creatie. Nou, dat houdt in. Nou moet ik even kijken welke ook alweer deze waren voor de grotere vierkantjes. Even, ja. Dat houdt in, als ik deze opplak, die kan ik gewoon opplakken zoals die moet. Als ik hem open doe, wil ik natuurlijk niet dat mijn designpapier hier op zijn kop zit. Dus daar moet je eventjes rekening mee houden als we gaan plakken. Als jij een papier hebt met een designtje, dat je even oplet hoe je hem opplakt. Nou kun je ervoor kiezen om eerst de flapjes op te plakken en daarna je designpapier. Zeker als je bang bent dat je dus verkeerd gaat plakken. Dat ga ik dus doen. Oh, erg hè, Geesje, als je dan van alles kwijt bent. Dus ik ga gewoon eerst die flapjes plakken. We doen dus aan de binnenkant van dat flapje, doen we lijm. Of tape, net wat je hebt natuurlijk. Wat jij fijn vindt. En die gaan we dus opplakken. Nou, het voordeel is dat ik wel kan schuiven, omdat ik glad papier heb. En dan let je er natuurlijk op dat je netjes blijft bij die kaart. Nou, ik draai hem even om. Oh, we hadden nog een stukje designpapier moeten snijden voor de achterkant. Maar goed, dat kan op het laatst nog. Dat is nu nog niet belangrijk. Dat is die. Pakken we de volgende. En als je het dan goed gedaan hebt, pas die hier. En hij zal niet helemaal 100% aansluiten, maar dat komt omdat je te maken hebt met je vouwlijn, maar dat zie je niet. Je kunt het laten corrigeren door hier een heel klein strookje af te halen. Ik vind het niet storend. Komt toch weer van alles op. Hoeft natuurlijk niet. Je kan hem ook heel kaal laten. Maar ik ga dat niet doen. Kijk, teken de rillijn aan. Zorg dat je hem netjes uitlijnt. Pakken we de volgende.
Deze. Zien jullie trouwens dat ik andere richtingen plak? Niet allemaal hetzelfde. Nou, dat is natuurlijk ook wel een beetje het idee van zo'n explosion box kaart. Ik maak nu geen box. Alhoewel ik die ook al wel eens gemaakt heb. Meerdere malen zelfs. Blijft ook altijd leuk om te doen. Vind ik. De binnenkant. Sabine. De laatste. Ja, dat klopt, Anneke. En deze gaan we hier dan weer plakken. Als Pinkster en Paas op één dag vallen, maak ik een kaskaart. Dat is wel een uitdaging voor mij om dat een keer te doen eigenlijk. Hè? Ik doe dat nooit. Dat hoort niet bij mij. Ik vind het altijd zo knap als mensen dat kunnen. Als ik dat bij mezelf doe, hè, dan denk ik dus altijd dat mijn creaties niet af zijn. Dat past gewoon niet bij mij. Nou, wat hebben we dan? Flapjes. Nou, die heb je natuurlijk ook bij een explosion box. Vandaar ook explosion kaart. Oh, ik krijg van alles in beeld. Designpapier. Nou moeten we nog even kiezen wat we dus op de binnenkant gaan doen en op de buitenkant. Je kan het ook omwisselen. Je kan ook zeggen we doen dit. Dat ga ik doen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Wordt het leuk? Geen idee. Gaan we vanzelf zien. Nee, ik kan dat niet. Ik weet niet wat dat is. Ik vind dat altijd echt knap. En dan vind ik het oprecht nog mooi ook, hè, als mensen dat doen. Maar alweer als ik het zelf doe. Dan denk ik echt van, jongen. Nou, we doen gewoon lijm. Ik zit weer lekker buiten beeld te werken. Jongens roepen, hè, als ik buiten beeld kom. Mijn camera is iets verschoven nou, omdat ik hem anders neer heb gezet. Kas is clean en simpel. Dat betekent eigenlijk gewoon een kaart zonder allerlei poespas erop. Heb ik een voorbeeld hier liggen? Dat valt vast niet. Dit is dan toevallig een tag. Maar hier zit heel veel op. Gewoon lekker volgewerkt en noem het maar op. Heb ik een kaartje hier liggen die ik nog af moet maken? Nee, die is ook klaar. Nee, heb ik zo. Maar een kaart waar bijvoorbeeld alleen designpapier op zit. En geen plaatjes, bloemetjes, noem het allemaal maar op. Dat is een clean en simpel kaartje. Maar dat is niet echt iets wat bij mij past, zeg maar. Ja, een anti-poespaskaart. Ja, een kale kaart. Ik vind het oprecht altijd heel knap als mensen dat doen. Mij lukt het niet. Of ik ben kritisch op mezelf. Dat kan natuurlijk ook. Wel recht plakken. Ik zit volgens mij nou... Oh nee, het valt mee. Het kan erger. Oh, jullie vroegen je misschien af waarom dat ik lachte. Maar ik moest lachen om de opmerking van Sylvia. Nou, ik druk dat altijd even aan met mijn vouwbeen. Zeker met dat pearlescent cardstock. Ja, mooi papier, hè? Ja, embossing folder kan inderdaad ook. Oh, hier blijven. En dan deze. Nou, ik heb nu niet helemaal op zitten letten, maar meestal probeer ik wel om het designpapier een beetje gelijk te houden qua lijntjes. En die zitten.
Dan gaan we hem open doen. En wat ik dan wel leuk vind. Is als het gewoon een beetje. Nou ja, een beetje. Klinkt ook weer zo raar. Die doen we dan daar. Even kijken dat ik in beeld ben. Deze plakken we hier. En deze plakken we hier. Dat wordt wel leuk. Ja, weet je, deze en deze die kun je natuurlijk. Die fijne tip voor de lijm, die is te koop bij Hobby Vision. Ik heb hem gelinkt. Misschien wil Mirjam voor mij nog wel een keertje de link delen. Als het goed is, staat daar die tip tussen. Of anders wil ze misschien wel zo lief zijn om de link van de tip te delen. Die tip is echt zo fijn. Die kan ik echt iedereen die deze lijm gebruikt, kan ik die tip aanraden. Echt, die is zo fijn. Kun je echt wel heel mooi precies mee lijmen. Opletten dat ik nog een beetje in beeld blijf natuurlijk, ja. Anders denken jullie ook van, hey, ze is van alles aan het doen, maar we zien er niks van. Zo. Had ik bijna de vogeltjes op zijn kop geplakt. Zagen jullie daarnet? Ik denk, ik zeg lekker niks. Ja, ik heb ook altijd een navulling. Ik koop een grote. En dan, ik vind dat kleine flesje vind ik prettig om mee te werken. Nou, je ziet het. Die ziet er ook al echt niet meer uit. En die vul ik altijd bij. Vind ik ideaal. En als ik hem bijvul, maak ik ook gelijk dat... Dat tipje weer even schoon in heet water. Dankjewel Mirjam. De Nuvo lijm. Ik heb wel van die Nuvo. Zo, Nuvo. Nuvo lijm pennen. Maar de gewone, die flesjeslijm heb ik niet. Nou gaan we hier ook gelijk ons stuk cardstock opplakken van 14,5 bij 14,5. Daar ga je niet veel meer van zien. Dus je kunt hem weglaten. Maar ik vind het wel leuk als er dan toch net een randje designpapier buiten zit, zeg maar. Maar goed, dat is ieder voor zich. Zonder van die vlinder, hè. Niet kijken, want die komt dadelijk terug. Ja, die speldjes kun je inderdaad ook loskopen. Die zitten in een kokertje en er zitten er een paar in, geloof ik. Fout, Sabine? Wat doe ik fout dan? Nee hoor, ik doe het niet fout. Ja, maar de vlinder komt zo meteen. Ik hou ook van vlinders. Op mijn creaties moeten vlinders. Weet je wat dan ook? Die kan ik wel even gauw laten zien. Weet je wat ook zo leuk is bij deze serie? Kijk. Ze hebben vlinders. Vind ik zo leuk. Ik ben wel benieuwd wat ik fout deed. Want... Deze gaan we even dicht doen. Dan mag deze heel even aan de kant. Ja, mooi papier, hè? Ja, ik vroeg je... Ik had het gezien op de... nou, zeg het eens. Nee, de vlinder komt zo. Kijk. Die hebben we nog. Ja. Ik had daar gezien op de Facebookpagina van Prima Marketing dat die collectie uit zou komen. En toen had ik aan Janine gevraagd van, goh, kun jij deze voor mij bestellen? Want die collectie wil ik echt graag hebben. Ik werd daar gelijk zo blij van. En ik heb dus ook
dat doe ik eigenlijk nooit. Maar ik heb dus echt de hele collectie gekocht, hè. Goed, we gaan weer flapjes plakken. Ik ga er in eerste instantie weer voor kiezen om eerst even deze op te plakken. En die gaan we net andersom plakken. En wat bedoel ik daarmee? Nu heb ik dit flapje, zeg maar, dat zit rechts. Dat gaan we nu links doen. Wat is heerlijk, Marianne? Sorry. Door de krijg van die kriebels. Was dat ik dat nooit doe. Nou, ik had mezelf eigenlijk een beetje een koopverbod opgelegd. Van nou, Sabine, voorlopig heb je genoeg. En, maar soms dan zie je van die dingen. En dan, ja, dan moet je dat hebben, toch? En dan kan ik het niet laten. Maar ik word er oprecht... Ja, ik word er gewoon echt heel blij van. En dan denk ik, was echt een beetje dat, ja, dat depriweer, zeg maar. Was ik echt wel beu. Ik waarschijnlijk niet alleen. Maar goed, ik kan er niks aan veranderen. Ik ben natuurlijk niet een of andere weergodin of zo. Was het maar zo'n feest. En dit gaat niet goed, Sabine. En toen zag ik deze collectie. Ik denk, ja, dit is gewoon zo lekker vrolijk. Die moet ik gewoon hebben. Vind ik gewoon leuk. En er zitten natuurlijk ook in het grote paperpad. Er zitten echt die vlinders. Ja, kijk dan ook niet, Joyce, naar die showtimes. Die zijn veel te gevaarlijk, hè? Ja, soms heb ik dat wel dat ik het zonde vind om te gebruiken. Maar nu wil ik juist leuke dingen ermee maken. Die kan ik dan neerzetten in mijn hobbykamer. En als het dan pokkenweer is of zo... Kan ik gewoon lekker naar die creaties kijken. En dan hebben we vrolijk papier. Dan word ik er wel weer happy van. En als ik echt een vel papier heb waarvan ik niet weet hoe ik die nou mooi kan snijden, zeg maar. Dan draai ik mijn vel papier om. Dat klinkt stom. Ik heb dat ooit op een YouTube filmpje gedaan. Er was dan inderdaad ook een dame die had moeite om in designpapier te snijden. En die had dus een tip gehad. Het is een Engelse dame. Ik weet niet meer hoe zij heet. En zij deed dus inderdaad het vel papier omdraaien. Dus in plek van... Als jij hier dus die vlinder hebt. En je moet daar stukjes van hebben. En je weet dus eigenlijk niet van... Goh, hoe kan ik daar nou mooi snijden? Dan draai je hem gewoon om. En dan ga je zo snijden en dan zie je vanzelf hoe die eruit komt. En het pakt eigenlijk altijd goed uit. Hoe stom het ook klinkt. Ik heb dat dus geprobeerd. Ja, die showtime, die moet ik ook nog even terugkijken. Want ik zag sowieso een hele gave stempel van Studio Light. Maar ik weet niet of dat verstandig is om terug te kijken. Er komt gewoon weer veel te veel leuks uit, hè? Nou, deze heb ik... Hé, daar zit er een niet netjes geplakt. Potverdikkie. Nou, ik ga hem niet lostrekken. Dat zien we zo meteen toch niet. We kunnen de binnenkant wel vast opplakken. Dan zitten we niet meer naar zo'n geel velletje, maar naar de mooie vlinder te kijken. Ja, die pasta's. Ook zoiets, hè? Ik heb namelijk wel al even stiekem het productenlijstje gekeken. Maar toen bedacht ik me wel van ja, nee, eigenlijk moet ik dat niet doen. Want ik heb al zoveel pasta's. Maar ja, ik gebruik het wel weer. Dus keuzestress, keuzestress, keuzestress. Doe ik het wel, doe ik het niet? Doe ik het wel, doe ik het niet? Moet ik eigenlijk ook maar zo'n bloempje doen, hè? Ja, die heeft ook een nieuwe serie, hè? Die heb ik... Ik heb ze even gauw... Ik heb even gauw door dat lijstje, zeg maar, heen gebladerd. Maar ik heb nog niet heel goed gekeken wat het nou allemaal precies is. Daar komen onze vierkantjes weer. Zie je, mijn mesje rafelt. Ik ga dadelijk echt nieuwe mesjes bestellen, want nou ben ik het zat. Oh, dat is handig, want zo, hier zit tekst achterop. Dan kan ik zien hoe ik hem hebben moet. Die komt zo.
Deze komt hier. En deze komt hier. Ja, ECD, ja, je moet ervan houden. Maar ze hebben natuurlijk wel... ik ben bijvoorbeeld best wel fan van de bloemen van Elizabeth Craft Designs. En ik heb ooit een poging gedaan om, om ook een planner te starten. Ik denk, oh, dat is wel leuk, weet je wel. Met af en toe wat fotootjes erin verwerken. En, maar het is niet mijn ding. Ik vind het prachtig. En ik vind het altijd geweldig wat iedereen maakt. Maar het lukt mij dus gewoon niet. Ik kan namelijk niet plat werken. En in een planner kun je niet 3D werken, zeg maar. Je kunt niet de hoogte in. En dan lukt het me gewoon niet. Het is gewoon niet mijn ding. Maar ik vind het altijd zo leuk. Ik zie daar bij Rihanna natuurlijk heel veel. En dan denk ik, oh, zo leuk zoals zij die foto's erin verwerkt. En plannen met één pagina. Ja, het is niet echt mijn ding, zeg maar. Ik vind het altijd keiknap. En soms probeer ik het ook wel, maar dan denk ik echt, dan ben ik klaar. En dan ziet het er gewoon niet uit. Dan denk ik, nou, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dat kan ik toch niet laten zien, weet je wel. Het past gewoon niet zo bij mij, denk ik. Maar dat is hetzelfde met scrap layouts bijvoorbeeld. He, er zijn behoorlijk wat dames... Die maken super gave scrap layouts redelijk plat. Nou, dat... ik snap niet hoe, hoor. Echt niet. Goed, verder naar de creatie. Ik heb dus die vierkantjes opgeplakt. Want ik zit weer van alles te kletsen. Maar niet op te letten. En dan moeten we hier natuurlijk ook vierkantjes opplakken. Deze... Moet zo. Zo komt hij. Oh, ik krijg weer iets in beeld. Ik zit denk ik tegen de muis aan te tikken. Dan kom ik op die onderste balk en dan laat hij zo'n Windows menu laat hij zien. Hier zit een mooi papieren stuk. Besloten dat ik het papier en borderstans en de houtlijst mag geven van mezelf. Ja, soms moet je jezelf verwennen toch? Soms moet dat kunnen. Opletten dat ik het goed doe. Oh, ik heb alweer zoveel zitten kletsen. Het is gewoon alweer bijna tijd. Nou, ik denk dat ik er iets overheen ga. Hoor. Maar goed, de basis hebben we in ieder geval zo goed als af. En het laatste vierkantje. Lavinia vind ik ook zoiets knaps wat mensen daarmee maken. Nou, snappen jullie het denk ik wel. Deze komt dus hierin. Dat gaan we eerst even doen. Ik doe er iets meer lijm op, want het is best wel een pakketje, zeg maar.
Niet dat het nou mega dik is, maar het is wel dat pearlescent cardstock. Dan moet ik zeggen dat die Art Glitter Glue eigenlijk alles wel lijmt. En die gaan we hier opplakken. En daarom zeg ik, je ziet niet veel van het designpapier wat we op hebben geplakt. Dus vind je dat nou zonde, kun je dat natuurlijk ook gewoon weglaten. Maar ik vind het wel leuk als we daar dan toch nog een klein randje van zien. Nou, en wat bedoel ik nou met die explosion? En die passen dus. Dat is eigenlijk alles. Dan heb je eigenlijk gewoon hele leuke kaartjes, vakjes. En daar kun je dan natuurlijk weer allerlei leuke dingen mee gaan doen. Je kunt ze plain laten. Dus eigenlijk gewoon echt helemaal niks erop en gewoon klaar. Je kunt ook zeggen van, goh, ik heb natuurlijk allerlei papiertjes gesneden. Nou is dit even een verkeerd strookje. Ik maak hier een pocketje. Maak het niet te dik, dat zeg ik er wel bij. Want hij moet natuurlijk nog wel dicht kunnen. En dan kun je hier dus... we hebben die leuke tikkertjes erbij. Waar zijn ze nou? Oh, hier. En je kunt van die tikkertjes kun je ertussen steken. Je kunt een tag kun je kleiner maken. Kun je een leuk tekstje, persoonlijk tekstje voor iemand opzetten. En die kun je daar ook weer tussen steken. Je kunt ook zeggen... Ik doe het even met de schaar. He, ik knip een driehoekje. En dat doe ik aan beide kanten. En dan stop ik leuke tekjes tussen. He, dus dat je dus op deze manier zo leuk schuin, daar ook een, leuke dingetjes tussen doet. Daar is dit setje. Kijk, zitten allerlei tintjes ook in. Dus ook de geeltinten, de roze tinten. Zitten allerlei leuke tinten in. Deze vind ik ook heel mooi. Die bruin-groene. Nee, valt eigenlijk helemaal niet op, hè. Dat die. Maar je kunt dus ook die leuke die-cuts. Waar heb ik die nou gelaten? Oh, hier. Nou, dit zijn dan even de gewone. Je hebt natuurlijk ook die vellum. Daar kun je ook gewoon leuk iets mee doen. Wat ik leuk vind, bijvoorbeeld. Ik pak gewoon een bijtje en we pakken een kuikentje. Je kunt zeggen, hier wil ik dat kuikentje op hebben. Nou, weet je wat? Laten we dat gewoon doen. Ik knip even de puntjes eraf. Die probeer ik er altijd wel af te halen. Nou moet ik zeggen dat het me reuze meevalt wat hier aan zit. Wat ik dan leuk vind persoonlijk, is dus als je... Dat vleugeltje kunnen we wel vast... Alleen het randje en bijvoorbeeld het pootje vastplakt. Zo. Pakken we onze tickets erbij. Ja, daar kom ik zo meteen nog op, want daar heb ik nog een idee mee. Daarvoor zeg ik, ik zal wel iets uitlopen... Hier staan dus ook leuke teksten op. Lovely, Seasons of Beginnings, Bloom. Die wil ik hebben. Die hebben dus op die leuke scheurrandjes. Wil je dat niet, knip je ze eraf. En dan kun jij dus achter dat eentje... Kun jij dus... Leuk van die tekjes verwerken. Want die blijven vastzitten. Hij kan nog gewoon dicht. En zo kun je dat... Op een hele leuke manier. Zo kun je daar eigenlijk helemaal mee spelen. En dat kun je natuurlijk met allerlei plaatjes doen. Maar je kunt ook inderdaad de pockets maken zoals ik net zei. Je kunt daar heel... je kunt ook alleen een tekst erop stempelen. Ga zo maar door. Maar wat ik dus nog wel even wil vertellen. Want kun je natuurlijk ook met deze doen... Op alles kun je wat leuks. Deze kaart kun je op deze manier niet echt versieren.
Want we hebben natuurlijk 4 flapjes. Je kunt de flapjes afzonderlijk versieren. Maar je kunt ook iets anders doen. Je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld een kaartje van 10 bij 10. Of nou, weet je wat, laten we dit ding even gebruiken. 11 bij 11, net wat je mooi vindt. Doe je een magneetje op. Designpapier overheen. Je moet wel sterke magneetjes hebben. Want hij moet door meerdere lagen cardstock heen. En dan zou je dus onder dit laagje cardstock ook een magneetje kunnen doen. Dan kan die met een magneetje sluiten. Maar ik denk dat mijn magneetjes niet sterk genoeg zijn. Dus ik had iets anders bedacht om dit op te lossen. Namelijk een bellyband. Die heb ik hier zo niet liggen. Nou, wat doe je dan? Dan pak je dus een strook kaartstok. En omdat jouw kaart al 15 bij 15 is... ja, ik zou zeker aan iedere zijkant een halve centimeter doen. Zeker omdat je er misschien nog wel wat leuks met die pocketjes gaat doen. Zou ik dus... even denken. 15. Plus een half, plus een half. Dus dat is 16. Plakstrook van 1,5 centimeter. Is 1 keer 17 centimeter snijden. En 1 keer 15 centimeter snijden. En dan ja, net hoe breed dat je wil. En dan krijg je... We gaan daar gewoon nog even doen. En dan ga ik er een... Nou, ik maak hem even voor het gemak 5 centimeter. Ik kan er dadelijk altijd nog wat afhalen. Maar ik denk dat dit mooi is. Dus dat doe ik 2 keer. Ja. Ik zit even buiten beeld hoor. Maar ik heb een strook van 30,5. Tot nu toe. Bij 5. Die ga ik rillen op de lange zijde. Op 15,5. Op 16. En ik snijd hem af op 17,5. Dan heb je dus dit. Nou, die vouw je. Volgens mij heb ik nu iets niet goed gedaan. Maar dat maakt niet uit. Want die had ik... dan heb ik een iets grotere plakstrook. Nou, dan ga ik hem... De andere strook. Die ga ik rillen op 15. Ook op 16. En ook op 17,5. Nee, 17,5 snij ik hem af. En die andere heb ik niet op 17,5 afgesneden, want die is gewoon te groot. Waar is die nou? Oh, hier. Ik ga even kijken wat ik hier heb gedaan. Ah, kijk, 18,5. Ja, dat gaat hem niet worden natuurlijk. Dan krijg je van die grote plakstroken. Ik leg het zo nog een keer uit hoor. Dan heb ik hem hier weer... Oh, ik ben echt zo lekker bezig. Zien jullie wat ik gedaan heb? Je snijdt dus 2 keer een strook van 5 centimeter. Die ril je op 15. Op 15,5. En je snijdt hem af. 15,5. Ik ben het helemaal kwijt. Nou ja, jullie snappen wat ik bedoel, hè? 15,5. En je snijdt hem af op 17. Dan heb je dus dit. Maar ja, we willen hem natuurlijk 2 keer hebben. Dus ik ga deze even rillen op de goede maat. En dat verdoezel ik wel weer als er designpapier op komt.
Zo. Blijf, die blijft. Nou, die had ik al gerild. Die ril ik ook. En dan knip ik hier gewoon. Dan is het maar even niet zo netjes. Zo. Deze vouwen we dus hier omheen. Dus nog een keer 15 rillen. Dus rillen op 15. Rillen op 15,5. Afsnijden op 17. Nou, wat krijg je dan? Deze plak je hierop. En deze plak je daarop. Dat kun je ook gewoon prima zo doen. Dit laat ik nog even zien. He, dus hier doe je lijm of tape, net wat je wil. Hè? Je kunt het ook zo doen. Plak hem niet op de rilvouw, maar er tegenaan. Ik moet hier even een beetje voorzichtig met dat pul cardstock dat glijdt. En op deze doen we ook lijm. Iets doe ik niet helemaal goed, geloof ik. Jawel. Nee, maakt ook niet uit. Het gaat om het idee. Jullie snappen wat ik doe. Zo. Nou moet ik heel even wachten. Dat hij niet glijdt. Dan heb je dus zo'n bellyband. Nou, die kan je dus heel mooi om jouw kaart heen schuiven. En doordat je dus aan allebei die kanten die halve centimeter hebt. Wel even opletten hier. Heb je dus ook die ruimte om er nog wat tussen te stoppen. Je kan het ook iets minder doen, hè. Nou, hoe kleed je dit dan aan? Pak hier een leuke doily. Een snijmal, een ronde. Ik weet het, hè. Die kan je hier opplakken. Je kunt hem voorzien van eerst zo van een strookje designpapier. Past er allemaal weer mooi bij. Heb ik hier toevallig nog iets liggen. Om het even te laten zien. Nou, het is een blauwe. Vergeef me daar even. Maar die zou je er bijvoorbeeld leuk op kunnen plakken. Dan pakken we die mooie bloemen van Prima erbij. En die kun je dan bijvoorbeeld eentje doen. Je kan een bloementoef maken. Je kan er... deze zijn bruin, maar die kun je ook zelf maken in het wit. Van die leuke spiraaltjes tussen stoppen. Ik noem maar iets. Zo kun je er natuurlijk eindeloos mee spelen. Ik heb hier nog... kanten bloem. Die kan er nog onder vandaan. Ja, zo kun je daar helemaal mee spelen. Als je maar zorgt dat je op die bellyband blijft. Want die moet je er natuurlijk af kunnen schuiven om je creatie weer open te maken. Zo. Dus dit is mijn explosion kaart. Oh, we hebben onze bij ook nog. Die kunnen we... Weet ik nog niet of ik daar iets mee ga doen op deze creatie. Maar. Nou, dit was mijn live. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je hem ook gaat maken, zie ik hem graag terug op de groep. Mijn eindresultaat komt van de week, want ik moet eerst werken. Dus ik hoop hem morgenavond, anders woensdagavond, af te kunnen maken. En ik wil jullie nog een hele fijne avond wensen. En dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!